Hoe zie je dat voor je? Nederland klimaatneutraal in 2025? Daar stel je me een vraag. Dat is een heel erg diepe vraag. Maar ik ga terug naar mijn groep. Hey jongens, het is natuurlijk na gisteren weer feestweek in Den Haag. Daarom ben ik vandaag helemaal in het groen gekleed, want Den Haag kleurt groen. En wij gaan aan het kijken wat iedereen hier staat te doen. Dag mevrouw, wat bent u ongelooflijk leuk in het groen ook. Ja. Groen is de kleur. Geen goede vrienden, maar groene vrienden. Ja, dat klopt. Groen is de kleur van het hart en van de liefde. Groen. Ja. Oh, kijk eens aan. Hallo. Feest in Den Haag. Nou, niet helemaal, maar goed. Ja, ik moet het toch voor de 600.000ste keer vragen. Waarom sta je hier vandaag? Ach, nou, dan zal ik het ook voor de 600.000ste keer uitleggen. Hier, pak jij even deze vast. Oké, is goed. Nou, ik bedoel, overal ter wereld hebben we al alle gevolgen van klimaatverandering. Ik zou graag willen dat er meer bewustzijn en meer onwetendheid over wat er met de aarde, met moeder aarde gebeurt, dat bij mensen terechtkomt. Wij willen dat Nederland zo gauw mogelijk de urgentie voelt, de klimaatnoodtoestand uitroept. Zodat we zo snel mogelijk naar een leefbare wereld toe gaan. En als we daar nog langer mee wachten, als we daar nog 10 jaar mee wachten, dan zijn we te laat. De wetenschap schreeuwt het al langer. Nu moet het publiek ook. Dank jullie wel. Mooi. Lekker toch? Kom je ons vermaken. Wat zeg je? Kom je ons vermaken. Ja. Sorry, we zijn aan het spreken, dus. Wacht even. We hebben een. In zo'n sociale gemeenschap sluiten we niemand buiten. Nee. We hebben een kleine meeting. Dus ik moet weg. Ja. In a social democracy, everybody can come everywhere. They're asking you kindly if you can move from this space, you can move. And as I can, and I say kindly, I can keep dancing. All right, do what you please, and it's not very nice. Thank you very much. Yeah. Sorry, but I think this is a little bit inappropriate way of standing. Oh, sorry. I'm sorry. Kijk, nog meer pers hier vandaag. Zeker. En u maakt een mooie reportage. Zeker. En wat heeft u tot nu toe allemaal gezien? Een bezopen Pool-verslaggever. Oh, en dat ben ik zeker? Ja, inderdaad. Ah, ik dacht een lekker feest hier vandaag, want dit is toch de feestweek van Extinction Rebellion. Ja, heeft u een soort van erecode over verslaggeving en nieuws? Wat zegt u? Of u een soort erecode heeft over verslaggeving en nieuws. Is de waarheid vertellen iets wat u belangrijk vindt? Of vindt u het belangrijk om mensen een vraag in de mond te leggen en dan het antwoord erbij te geven wat u graag hoort? Ik vind het met name belangrijk om een sfeerverslag van vandaag te maken. En het was heel gezellig, totdat ik hoor dat u toch echt heel ontevreden bent. Ja, ik ben helemaal niet ontevreden. Ik ben blij dat u mij te horen staat. Nou, meneer, dank u wel. Hele fijne dag. Dank u wel. Heb je nog mensen voor gek kunnen zetten? Nou ja, meestal doe ik het niet zelf. Meestal als mensen dat gek vinden. Ik ken je op de manier dat je vooral mensen voor gek zet. Maar je herkent mij niet, hè, lieverd. Maar echt. Doei. Maar ik bedoel. Ik doe het toch niet zelf. Extinction! Ik heb een nieuwe leuze die je morgen kan roepen. Oké, wat is de nieuwe leuze? Hoe laat is het tijd voor klimaatbeleid? Ja, het is wel goeie. Hoe laat is het tijd voor klimaatbeleid? Hoe laat is het tijd voor klimaatbeleid? Heb je ook een tip voor mij? Ik vind jouw afleveringen van Pauw net altijd wel heel erg leuk. Oh, echt? Ja, vind ik wel leuk. Ik hoorde net dat ik altijd dronken verslag sta te doen. Ja, je ziet er wel een beetje zo uit, maar dat vind ik eigenlijk wel gezellig. Oké, gelukkig maar. Dankjewel. Doeg. Waarom staan jullie acties boven de wet? Onze acties staan niet boven de wet, maar wij willen graag een punt maken over hoe belangrijk het is. Dat het zelfs zo belangrijk is dat we de wet ervoor willen overtreden. Ja, natuurlijk. Ja. Hoe zie je dat voor je? Nederland klimaatneutraal in 2025? Daar stel je me een vraag. Dat is een heel erg diepe vraag. Maar ik ga terug naar mijn groep. Als je teruggaat naar je groep, dan word je wel nat. Ja, dat vind ik niet erg. Maar deze vraag wil je niet beantwoorden? Nee, nu niet. Nou, duidelijk. Dan hoeft u dat ook helemaal niet te doen. Power to the people. Power to the people. The people got the power.